Hey, gaan we weer verder met Algory of the Continent Volume 1 en deze Renaissance Art Period. En we gaan het even een korte introductie geven over. The immediate question one would ask is: why would anyone cling to being defined as being descended from some poor hut-building villager in Africa who was too slow to escape their raiding party. I mean, if it's true, it's true. But if you are shown that it's not true for 98% of Black Americans see various pages, then why would you still cling to that false information? Dus waarom ga je ervan uit dat eigenlijk 98% van de tussen haakjes Afro-Amerikanen, heb ik het over het continent Midden, Noord en Zuid. Waarom zou je ervan uitgaan dat je van een of ander hutje komt, vanuit een gast die, ja, snap je, dat slaat drie keer nergens op. In that regard, we have often pondered the concept of gene memory. This memory which controls instinctive reactions. Oké. Okay. Oké. Okay. So the humans were in America 100,000 years earlier than we thought. The remains of a mastodon discovered during a routine excavation in California shows possible human activity in North America 130,000 years ago, or about 150 years earlier than previously thought. Dus, okay. Wat we beeld hebben dan over de wereld, continenten. Geen idee wat ik hierbij moet voorstellen. Wat is dit land? Wat is dit land? Ja, sorry, maar ik zelf heb geen idee wat ik bij een wereld of aarde of stationary, flat, bol, weet ik veel wat moet bedenken. Olmecs, Ancient Man and His First Civilization, oké. Okay. Cognitieve dissonantie is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in zijn strijd met eigen overtuiging. Aan de ontdekking en verdere uitwijking. Oké, nou dat is niet interessant, maar cognitieve dissonantie, dit gaat vandaag weer een rol spelen, is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. Allegory of the Continent, volume 1. Oké, moeten we weer even inzoomen. Let's go. Let's go. Is iets too big hier. Oké, kunnen we het zo lezen? Slaat het nou, oké. Ja, dit is too big. Oké, dan moeten we maar even zo inzoomen. Oké. Renaissance art is the painting, sculpture and decorative arts of period of European history emerging as a distinct style in Italy about 1400 in parallel. Oké, dus het gaat over de Renaissance. Middle Ages, early modern Europe. The late medieval period and the Renaissance saw the most prominent use of fresco. But oh, fresco and plural frescoes or frescoes is a technique of mural painting executed upon freshly laid or wet lime plaster. Water is used. So the technique waarmee gemaakt is. Middle Ages murals, literary Romans churches, Catalonia were richly painted in 12th and 13th century, early modern Europe, northern Romania, historical region, Moldavia, boasts about dozen painted monasteries completely covered with frescoes inside and out to date from the last quarter. Okay. Iconography, noun iconography, plural noun iconographies, the visual image and symbols used in a work of art or the study or interpretation of these. The visual images, symbols, or models of representations collectively associated with a person, cult, or movement. The iconography of pop culture. For bijvoorbeeld, a collection of illustrations or portraits. Early 17th century origin, denoting a drawing or plan from Greek iconographia, sketch description, from icon likeness, graphia, likeness. Dus
het moet erop lijken. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk op dat icoon, op de persoon van dus dit continent te laten lijken. Definition: allegory. Allegories. A story, poem, or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one. Pilgrim's Progress is an allegorical spiritual journey. Synonyms: parable, analogy, metaphor, symbol, emblem, more, story, tale, myth, legend, saga, fable, apologue. Pilgrim's Progress is an allegorical spiritual journey, a symbol. Origin: figurative treatment of an unmentioned subject under the guise of another similar to in it some way. Late 14th century, from Old French allegory, from Latin allegoria, from Greek allegoria, figurative language. Dus het is een taal in figuren, symboliek. Dus het hoort te spreken, het hoort iets over te brengen. Dus deze plaatjes moeten ook echt iets zeggen. Het is zo mooi mogelijk neergezet. The four continents. In the 16th century, the world was divided into four continents. Afrika, Amerika, Azië en Europa. Zoals je hier ziet. Oh, Carlo, disagree. Zoals je hier ziet. Afrika, Amerika, Azië en Europa. Each of the four continents was seen to represent its quadrant of the world. Europe in the north, Asia in the east, Africa in the south, and America in the west. This division fit the Renaissance sensibilities of time, which also divided the world into four seasons, four classical elements, four cardinal directions, four classical virtues, etc. The four parts of the world, or the four corners of the world, lees je Bijbel, divided into the four corners of the world, refers to the Americas, the West, Europe, the North, Asia, the East, Africa, the South. Depiction of personifications of the four continents became popular in several media. Sets of four cult could be placed around all sorts of four-sided objects or in pairs. Dus het was echt bedoeld kunst, het was mooi, het was prachtig. Ze deden er trots mee, het werd overal neergezet. Had je bijvoorbeeld de tafel met vier poten, had eentje een Afrikaan, eentje een Aziat, eentje een Europeaan, een Amerikaan, bewijs van. De ancient tapestry viewed the world before the discovery of the new world, a commonplace of classical and medieval geography had been the three parts in which formed it. Dus het is uitgebreid van drie naar vier en nu hebben we natuurlijk veel meer te delen. Asia is one of the three parts of the world which outdoors divide in Asia, Africa and Europe. Asia extends toward the Orient as far as the rising sun. Maar we weten ook dat Azië destijds natuurlijk een fucking groot continent was en dat ook bij Noord-Amerika hoorde. Zuid-Amerika moest ontdekt worden. Towards the south, midi and to the seas continent. Oké, okay. Interesting. Bijna beginnen. For Laurence French readers, Asia ended at our sea. The Mediterranean Europeans were only dimly aware of the Ural Mountains, which divided Europe. Dus je weet dat die streep, die lijn, dat divide Europa en Azië. Want Europa is natuurlijk gewoon één continent en Azië. Het is gewoon een benaming voor een zogenoemde Black Queen, die Europa heette natuurlijk. Net zoals Griekse goden natuurlijk ook zogenoemd Black waren. Het is gewoon een uiterste afvoerputje van Azië eigenlijk, dat is Europa. Africa by contrast, a coastline wears elephant headdress and accompanied by animals common to Africa, such as the elephant, lion, the scorpion, the desert sand, Cleopatra, etc. These depictions come straight from Roman coins with personifications. Waarom komen ze van Romeinse munten? Omdat die natuurlijk zogenoemde zwarte leiders, koning, keizer, etc. hadden. Personifications, the Roman province of Africa is a much smaller strip of Mediterranean coast. Asia seen by Europe as a continent of exotic spices, silk and the seat of religion. Dit is wel de visie dus van de Europees, van de Romeinen, van de katholieken. Which rich clothing America slows various American Indians, aborigines in a feathered headdress with bows and arrows, almost always dark-skinned. Originally applied to the aborigines or copper-colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants of Europeans born here in America.
always dark skinned. In other instances of American iconography, symbols meant to connote wilderness and tropical climate occasionally included animals entirely absent from the Americas, such as the lion. Flora and fauna as images were often interchangeable between depictions of Africa. Dus het gaat hier om, hier staat in het kort dus dat eigenlijk een beetje de dieren en de natuur omheen gelijk werd gesteld aan dat van West-Afrika. En alles, in het kort staat hier dus, alle voornamelijk van Centraal-Afrika, die mensen worden afgebeeld. Omdat dat natuurlijk de eerste ontdekking is. De kerk in Duitsland of waar dan ook kan je ook gewoon vinden. Pernech, Kubach, weet ik veel. Minug, maar oké, let's go, let's go. We gaan naar de eerste kerk, Pernech, PB Broek aan der Moer, building type, castle, location, Germany. Germany. Location, Germany. We zien al een beetje waar we naartoe gaan, hè? Boom. Wat hebben we hier? Het staat er niet bij, oké. Okay. Het is een Amerikaan, want we weten dat hij geveerd was en een leeuw. Kijk, kijk hoe mooi, Amerika. Dus dit is Afrika. Dit is Afrika. Beetje Zwarte Piet-achtig. Dit is Azië. Dat zien we ook heel goed, overduidelijk. En dit is Europa met haar paard. Dus team, Ovid, metaphors en de four continents from top to bottom, left to right, Amerika, Afrika, Azië, Europa in één keer goed. Metaphors, continent, iconography of the leading, blah 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 blah. Central medallion, council of gods, Jupiter, Cupid. Goed, nou kijk of goddelijk dat eigenlijk bedoeld is. Zijn artist, Matthias Echter, is suspected. This is also a Roma Phantom subordinated, which in turn would be confirmed by the present fresco as the lunette fresco of Pisces, Neptune and the storms on the left narrow the sides of the room is a faithful reproduction of Pietro da Cortona's fresco in Palazzo Pamphili in Rome. Een voorbeeld. Oké, okay, let's go. We hebben nog heel veel pagina's te gaan, maar dit is echt pam pam. Benedicte Boeren, Badstols, Wolfstrasshausen, Monastery, Ground Floor. Let's go. Wat hebben we hier? Left to right. Europa. Amerika. Afrika. Kijk even het verschil. Afrika. Amerika. Afrika. Europa hier. Of Azië, sorry. Azië, Europa, Amerika. Hier wordt Afrika heel donker afgebeeld. Amerika bruine natuurlijk. Wie ziet het? Next. Next. Kijk hoe mooi. Amerika, Europa, Afrika. Azië, ja, Amerika, dat staat hier. Amerika, Europa, Afrika, Azië. Kijk nou, dit is hoe dus de vier continenten, de iconen, hoe dus de originele Amerikaan, de originele Europeaan destijds afgebeeld werd. We weten ook dat de originele Europeaan Azië natuurlijk ook zo eruit zag, maar dat is een ander onderwerp. Maar kijk hoe de Amerikaan, dit is dus hoe Nederlanders, hoe bijvoorbeeld Stuyvesant, hè, hoe Stuyvesant Amerika, de Surinamer, de Antilliaan, de West-Indiër aantrof. Een vrije man. En dit heeft heel lang geduurd dat deze gewoon zo rondliep. Langer dan we denken. Next, kerk, Azië. Amerika. Kijk weer hoe donker. Azië, hoe licht. Afrika. Kijk, wat de... Dit gaat even mis. Excusez-moi. Dit ging heel even... Excuses. Dit gaat even mis, maar we zijn er weer back on track. Europa, ik was gewoon zo verbluft dat Afrika zo wordt afgebeeld. Afrika, Afrika, je hoort toch zo donker te zijn. Alles wat donker komt, komt van Afrika. Nee, Noord-Afrika. Mensen destijds hadden natuurlijk veel contact met Noord-Afrika. En net zoals vandaag de Marokkaan, de Algerijn, de Griek, de Albanië, de Spanjaard, wat heb je nog meer, Tunesië, de Egyptenaar, de Libiër, Libanon, Libanees,
al die mensen zijn natuurlijk, zien er voornamelijk zo uit. Dit is hoe Afrika destijds in de 16e eeuw, hoe mensen dus ook een beeld hadden van Afrika. Hé, dit is een Afrikaan. Maar toch zie je dat hier die Amerikaan is de enige donkere. Dus ik wil eigenlijk zeggen dat groot, dus eigenlijk wat donker komt, komt van Afrika. Maar wat is gewoon echt belangrijk is om te begrijpen, is dat jij als zogenoemde witte man, zogenoemde Afrikaan of Afro-Amerikaan, zogenoemde Aziat, dat wij altijd hebben meegekregen, alles wat wit is, komt van Europa. Alles wat zwart is, komt van Afrika. Alles wat geel is, komt vanuit Azië. Maar dat beeld is zo krom. Want zelfs in de 16e eeuw zie je gewoon dat ze begrepen dat... Want je hebt net ook al gezien dat Afrika ook gewoon super donker wordt afgebeeld. En nu wordt die super licht afgebeeld. En dan is nog die Afrikanen bij. Ofwel die olifanten bij. En ons is altijd aangeleerd dat in 1492 ontdekte Columbus West-Indië. Heeft heel iedereen uitgegroeid. En degene die hij vond, zag eruit als een, ja, zoals de native, ja, de Mongoolse of Siberische Indiaan. En alles wat, ja, die waren te zwak, die hebben omgelegd, bla bla bla. En toen zijn er opeens miljoenen Afrikanen verscheept naar Afrika. En die zijn als slaaf gemaakt. En zo komen alle donkere mensen over het hele continent, Noord, Midden en Zuid. Iedereen die donker is, is afstammeling van de slavernij. Van de transatlantische slavenhandel. Kijk hoe mooi. Azië, Afrika, Europa. En that's it. En al die tijd is er gewoon gedacht en aangeleerd. Ja, en kan je inderdaad gewoon DNA-testen doen vanuit welk Afrikaans land je dan wel niet afstammeling bent. Of van welk Europees land. Waardoor dat toch die ene lichte tint door je huid komt. Of waarom jij Latino bent. Want dan kom je af van Spanjaarden, Hispanics. Noem maar op. De zogenoemde neger, negro, is de Amerikaan. De Afro-Amerikaan is de neger. Is de... You found yourself an exile in your own land. Dat zegt Martin Luther King. En dan gaan we het hebben over Hebrew Israelites. En over dit en dat. En... Amerika, wij, vooral in het west, of in het noord, of centraal, zijn afstammelingen natuurlijk van de 9,5 stammen die destijds vanuit Babylonië richting het oosten zijn gegaan over Azië en toen het zuiden zijn getrokken en toen de crossover hebben gedaan. En bijvoorbeeld zie je ook in plekken zoals Utah en heel veel namen zijn natuurlijk de California, Alabama, Alaska en Marokko heb je natuurlijk daar ook. Heel veel namen die komen daar. Kijk nou. Afrika, Amerika. Zie je nu het verschil? Amerika wordt hier super donker gebeeld. Afrika gewoon lekker mooi tintje. Europa hier zo. Azië zie je niet zo extreem goed. Maar hier Afrika, Amerika. Die veren. Europa, prachtig. Maar het punt is dus, het perspectief wat ons meegegeven is van de, van überhaupt het pigmentgehalte
vooral met Afrika te maken heeft, wat totaal niet waar is. Het heeft vooral met sowieso met de evenaar te maken. En dus dat betekent dat dat op elk continent zo is, hè? En hier wordt natuurlijk dan nu het icoon gegeven Amerika, Afrika. Zie je het verschil Europa, Azië? Wordt het icoon gegeven, dus van het continent. Maar laat dus wel beeld zien. Dit is dus gewoon onze alledaagse Suriname, onze alledaagse Antilliaan, Dominicaan. En dit is onze alledaagse Nigeriaan of alle Zuid-Afrikaan of Sudanees. Noem maar op. We gaan over een tijdje ook dus zien dat die slavenhandel, transatlantische slavenhandel, niet zo ene kant is gegaan zoals wij kennen, maar juist in reverse is gebeurd, andersom. En dan komt die cognitieve dissonantie weer een rol spelen natuurlijk. Dus de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën, opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging is. Snap je? We gaan dus over een tijdje zien dat die transatlantische slavenhandel een andersom is gebeurd. En dat het sowieso, dat je eigenlijk geen fucking idee hebt hoe dat in zijn werking is gegaan, wie daarbij een rol heeft bijgedragen, wat daar exacte redenen voor zijn, waarom, welke paus dit heeft gedaan, welke koning dat heeft gedaan. Het gaat echt veel breder en dieper dan alleen, yo, we haten alles wat zwart is. Het staat drie keer nergens op. Als het echt zo is, zouden ze dit nooit zo mooi afbeelden, zouden ze ons Amerikanen nooit zo afbeelden. Maar we gaan dus over een tijdje zien dat er duizenden, maar dan ook duizenden Indianen. Dus we hebben dus nu een beeld van Indianen. Duizenden tot tienduizenden Indianen zijn vervoerd, verscheept binnen de grens van Amerika en naar Europa toe, naar West-Afrika, Midden-Afrika toe. Juist wij zijn vervoerd. En hoe dat precies in zijn werking is gegaan, daar gaan we het later nog gewoon natuurlijk over hebben. Maar onthoud dit: die cognitieve dissonantie gaat gewoon een enorme rol spelen. Dat begrijp ik heel goed. Maar de Amerikaan, de Indiaan, is in slaaf genomen en vervoerd naar het vasteland van Amerika en anders naar Europa of Afrika. Er zijn zoveel Brazilianen naar Angola toe gegaan en zoveel Brazilianen naar Kaapverde toe gegaan en zoveel Dominicanen naar het Kaapverde toe gegaan en zoveel Dominicanen naar Liberia toe gegaan en zoveel Amerikanen naar Sierra Leone toe gegaan, naar Benin, naar Congo, naar Nigeria. Noem maar op. Zoveel Indianen van deze personen, dus deze personen zijn naar dit continent gegaan. Niet andersom. Niet andersom. Het is in andersom gebeurd. Dus de meeste mensen die er zo uitzien op dat continent, zo Surinamers, Antillianen, Dominicanen, alle ABC-eilanden, kolonie. Dit is jullie continent. Dit is ons continent, ons land. En je hoeft gewoon niet meer verder te zoeken naar verder. Mocht je toch Afrikaans bloed willen hebben, nou, zou ik je uit je droom willen halen. Die persoon komt waarschijnlijk, als hij uit Afrika komt, komt hij alsnog uit Amerika. En als die uit Afrika komt, is dat een minuscuul percentage tegenover het Amerikaanse bloed wat je hebt. En dan kan je, en iedereen zegt, ja, ik heb een beetje Indiaans bloed in je. En het gaat nog alsof op het Afrikaans af. En dat maakt verder niet uit, want we hebben gewoon niet anders geleerd. We hebben niet anders meegekregen, want het begint sowieso in 1492. Zie hier Amerika, Europa. Het begint sowieso in 1492. Dus we hebben maar 500 fucking jaar aan data. Dat is echt belachelijk. En die 500 fucking jaar aan data is in elkaar getoverd, geflanst door zieke Zionisten en massamoordenaars, om het maar gewoon zo vaag en onduidelijk, Europa, Amerika,
mogelijk en onduidelijk te maken voor iedereen. Eigenlijk dus ook jij als Europeaan denkt zomaar, ik ben wit, ik kom van Europa. Gast, je komt uit de Caucasus. En dat maakt helemaal niet uit, maar weet wel waar je vandaan komt. Je bent in Javet-tijd. Je bent geen Hebrew Israelite. Dat maakt wel uit. Ik zeg, maakt niet uit, maar het maakt wel uit. Ben je van Assur, Assyrië, Gomer, Magog, van Iber? Kom je toch van Abraham? Of ben je toch weer gesplitst naar Ismaël, Jacob, Esau, broer Isaac, en dan Jacob, Esau? Weet wie je pakt. Weet welke trapper op je speelt. Weet welke trapper jou pleet. Not all skin folk all kin are kin folk. Weet welke stam. Het is een tribal war. Iedereen wil spiritueel zijn. Maar als je niet weet welke laag dimensie je moet rocken, dan heeft het geen fucking zin. Iedereen wil woke zijn. Iedereen wil dit. Weet welk continent, welke tribe, hoe dat is gegaan, hoe dat is gebeurd. De genealogie, de genesis van aarde, het boek, het belangrijkste boek van de hele wereld. Je bent zo stupid om te zeggen, ik geloof niet in de Bijbel. Hij wordt gepleed op jou, wordt een zieke voodoo-trick gezet op jou met de Bijbel. Beter begin je te lezen, beter begin je te kijken welke hijjacks je er wel uit kan halen. Wat ik één ding kan vertellen, die Bijbel is een korte opgefokte samenvatting van jou. Als je zoekt waar je, als jij wilt weten wat er met jouw history is gebeurd, ga de Bijbel lezen. Want hij stopt bij Revelations, toch? Hij stopt met Johannes, de Revelations of Johannes, openbaringen van Johannes, toch? Hij gaat verder met Columbus, die in 1492 had dus 1000 met 300 nog wat jaar en 8 jaar ervan af. En dan kom je in het tijdperk van Johannes en Revelations. Maar ja, jij weet natuurlijk, als je niet weet wanneer het Gregoriaanse tijdperk is ingegaan. En wanneer er dus 8 jaar op de kalender is geplakt. Hè, en dus ook nog eens 1000 jaar af is gehaald. En dus nog een keer 300 hier, 75 daar, toch dit, dat, bla bla bla. De hele conceptie van tijd en perspectief is opgefokt. Dus zoek het op. Maar Johannes, Openbaringen, was de snitch die met Columbus op de boot zat. Met de wolken en zogenaamd Peter Pan verhaal. Als je het een klein beetje verplaatst in de koloniale tijd in West-Indië en wat voor paradijs het is. En begrijp dat de Garden of Eden soort van het paradijs, niet gewoon het paradijs, eigenlijk daar aangetroffen werd. En dat een beetje in lijn brengt met dat Bijbelverhaal. En waarom dus de storm uit het noorden aankomt. En waarom dus die taak wordt opgelegd. Maar toch, dan weet je, begrijp je hoezo dit klopt. Hoezo dus dit een Amerikaan is. Een Europeaan, een Afrikaan en een Aziat. Hoezo deze dus allebei dezelfde kleur hebben. Zo dus, dan begrijp je dus dat hem de producer is van de darker races, but not the Negroes. The darker races, but not the Negroes. We begrijpen dus dat een Moses, die wel een Negro was, zomaar bij een Hemite, want we zijn al over eens dat Hemites afstammen van dus Egyptenaren vanuit Hem komen, en dat Hem en Egyptenaren, dus gewoon wel dus in dat gebied in Afrika komen waar je dus zo'n vertoning moet hebben. Anders brand je gewoon helemaal de pletten. Heb je gewoon op je eerste levensjaar sterf je al aan huidkanker bij wijze van. Klinkt hard, maar true that. True. Van de DNA klopt dit gewoon. Daarom kan een Moses, die een Negro is, als zoon gezien worden van een Egyptenaar. En daarom deze zijn vanuit de Babylonische, bij de Rivers of Babylon, zijn ze toch. Ja, dat boek is er ook uitgehaald natuurlijk. Maar dat is gewoon een hele simpele, opgeknipte verhaal van onze geschiedenis. En daarom ga je dus zien, het belangrijk is dat jij om te weten, dat
een Sephardim of een Askenazi, terwijl Zionist jou tempt op dit moment. Dat het gewoon helemaal nergens voor nodig is wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. De staat Israël. Bijvoorbeeld die Sephardim, die Askenazi-Joden, die eigenlijk dus eigenlijk niet, maar dus daar horen het hele. Gewoon ook in Nederland, maar ook dus de Democraten, gewoon helemaal geïnfiltreerd hebben. Dus eigenlijk heersen. De Askenazi zijn van de commerce. Van de Joden zijn van de commerce. Maar een Jood is Juda. Dus kom je met je antisemitistisch ding. Want als we praten over een Holocaust, praten we over de Dumb Diverses, Papel Boel 1452. 70 miljoen Indianen afgeslacht. 7% van het gehele. Klopt wel, maar de overige 30 miljoen is getransporteerd. Cognitieve dissonatie. Afrika. Hier is Amerika net iets weer afgelegd. Omdat wij daar ook natuurlijk tinten verschillen hadden. Net als in Afrika, net als in Europa, net als in Azië. Niet iedereen in Europa. Ik bedoel, ga je naar het zuiden van Europa praten over een Spanjaard met zwart haar. Ik bedoel, dat is toch logisch. Maar je gaat zien, dus die transatlantische slavenhandel is in compleet reverse gegaan. De transatlantische slavenhandel is in compleet reverse gegaan. De meeste Amerikaanse indianen, dus de indianen die je hier ziet op de picture, deze prachtige foto's, de indianen die je dus ziet, like this, die zijn omgelegd in de Holocaust. Papa Boel, Dumb Diverses, 1428 of 52. Je vindt hem wel, de Indiaan. Dat alles wat niet bekeert of convert, doodmaken, omleggen. Maar nog een keer, die transatlantische slavenhandel is omgekeerd. Dit is puur bedoeld om iedereen die dus niet convert dood te maken. Het is echt religieus gezien. En daarom moet je weten welke stam. Want daarom moet je weten welke stam, welke tribe, welke lijnen. Die kan je gewoon heel makkelijk vinden in de Genesis. Genesis 12 volgens mij. Vanaf Noah natuurlijk. Shem, Ham, Javed. Maar niet elke Shemite is een Hebrew. En niet elke Hebrew is een Israëliet. En niet elk Israëliet is een Jew. En als je het zo gaat bekijken, ga je zien dat de 9,5 stammen, dat dit de overige 9,5 stammen zijn. Noord-Afrika met Zuid-Europa, West-Azië. Dat natuurlijk gewoon helemaal vermixt is. Of niet helemaal veel puur, veel vermixt. Maar dat daar in ieder geval voornamelijk die andere 2,5 stammen zijn. Met dus de overige Ismaelites, Hebrews, et cetera. En dat bijvoorbeeld ook dus voornamelijk de blanke Europese Jood. Of je nou weet of niet. Ook iets van Javed heeft, maar dus ook gewoon een Dan. Bijvoorbeeld Denemarken, dat komt van de stam Dan. Danites. Dan. Wat heb je nog meer? Kom er niet 1, 2, 3 even op. Maar dan ga je zien dat bepaalde. Je gaat zien dat het gewoon echt belangrijk is. En dan ga je bepaalde patronen zien. Bijvoorbeeld ook in het Engelse Koninkrijk, Nederlandse Koninkrijk. In de kerken, in de religies, maar ook als jij bijvoorbeeld in een, jij bijvoorbeeld als Surinamer gaat naar Somalië, gast, ze gaan jij niet mogen omdat jij donker bent, grap, jij bent niet van daar, jij bent niet van hier, hè? Dan word je ook gewoon behandeld alsof jij niet van hier bent, en dat weten mensen meestal ook. Dat weten mensen ook. Alleen het moet gewoon vaker even gehaald worden en verteld worden. En to volume 1. Continue to volume 2. Hebben we al gehad. Gaan we naar 3. Maar om dus een punt duidelijk te maken. Is ons
Dus aangeleerd, 1492 vond Columbus in ons, moordt iedereen uit, brengt heel Afrika naar Europa, omdat ze zwart zijn. Maar de daadwerkelijke waarom dit zo is, de daadwerkelijk zo is, is omdat het volk die dus direct contact heeft met Hawa, de creator, de stem, de ruach, wat je, hoe je het ook wil noemen, God, liever niet, maar hoe jij het wil noemen, weet allemaal dat er een speciaal volk is. Het volk van Israël, of hoe je het ook wil noemen. Dat volk is getarget. Dat volk is getarget. En waarom is dat volk getarget? Dat lees je in de Bijbel. Want we hadden gouden koeien, we deden dit en dat, bla bla bla. We leefden een beetje Sodom Gomorra-stijl. Toen is ooit gezegd: ga je zo door, komt er een storm uit het noorden. Nou, die storm uit het noorden is natuurlijk. Columbus heeft natuurlijk een inzage gehad van een nimf toen hij onderweg was en bla bla bla. En toen is het dus die volk, want we waren een beetje afgelegen, want het was een beetje paradijsachtig. En toen kwam er een wolk open van wow, hier zijn ze dus, maak ze kapot, wat gaan we doen? Dit is het volk waar al die verhalen die we al gehoord hebben is over geschreven. Zij leven het meer dan dat wij het geloven. Maar wij willen toch die katholieke doctrine houden, pakken. En die zwarte keizers en koningen en dit en dat, die dachten gewoon, hé. Wij van die stam, zij zijn van die stam. Wij geloven dit. Wij willen dit aanhouden. Want wij gaan natuurlijk de Luciferian-doctrine aanhouden. Dat weten alle monogame religies volgen. Luciferian-doctrine, de Koran. Night of the. We weten het allemaal. We willen het niet toegeven. My church offers now absolutely in the bedroom of so. Take me to church. Zoek de genealogy of de etymologie of church op. Dan zie je Circe. En Circe is natuurlijk de Griekse god die vrouwen, mannen loot en zwak maakt. En daarna eigenlijk die pussyvorm uit de kerk stropt. En eigenlijk helemaal leeg geroofd heeft van energie. En nou, die is dus uitgeroepen van hey, kill iedereen die niet elke heathen wordt gekild. En elke heathen. Ook hier wordt gewoon daar naartoe gestuurd en wordt gewoon omgelegd en wordt gedaan zodat ze een nieuwe kans krijgen. En dus al die mensen zijn dus terug daar zijn gekild en de rest is allemaal slaaf gemaakt, kapot gemaakt of hier naartoe gebracht, et cetera. En later zijn dus ook stammen tegen elkaar opgezet. Wat was natuurlijk ook, net als nu, Bloods and the Crips, was daar natuurlijk ook stammenoorlog. En later zelfs de Afrikaanse admiraals die veel keizers hadden of slaven hadden of die naar Amerika zijn gegaan als vrije man met contracten werken. Uiteindelijk is hij aan die contracten gewoon geflasht en omgevormd en opgefokt. En we gaan er later nog veel dieper op in. Maar begrijp, de hele verhaal is omgekeerd gebeurd. Hele perspectief is opgefokt. Het gaat niet om kleur. Het gaat om het speciale Israëlische volk. En daarom wordt West-Indië puur IT. Puur doelgericht gepakt. Dat wij daar die power hebben. Ons land van aarde. Hawa op rust. Bergen waarop Hawa rust. Zo, dat is IT. En die alle Corrie laten zien dat dus de personen op die continenten, dit zijn dus de personen die gewoon horen op dit continent. En die Indiaan is slaaf gemaakt. En die is dus naar Afrika gestuurd in plaats van de Afrikaan. Dus deze persoon deze persoon naar Amerika. Het is de Afrikaan, het is de Indiaan. Deze persoon. Of nee, sorry, dit is de Afrikaan, dit is de Indiaan. Deze persoon is juist naar Afrika gestuurd en naar Europa en naar Azië, et cetera, in plaats van die naar die. En dat komt omdat dus heel het perspectief, glorieuze God, dit en dat, monogame religies ook op hun wil gedrukt moesten worden, op dat speciale volk Israël. En dat is ook aardig gelukt, want we zijn nu vertwist in het christendom, in het katholicisme. We hebben die. En we. Want Amerika, Amaru, Land of the Plumed Serpent. En wat wordt in de Bijbel dus natuurlijk kapot gemaakt? De serpent. Terwijl de serpent, jouw Kundalini, jouw eigenlijk jouw de zaadcel die in de eicel is gegaan, en die is uitgegroeid.
jou. En dat is de serpent die in jouw brein zit. Jouw brein is je eicel. En die eicel die functioneert als antenne. Maar die snake, die serpent, die spermacel, die hebben nu eigenlijk een beetje weer onttrokken van die eicel, de lightbulb, de third eye. En we is aangeleerd dat die serpent van binnen eigenlijk, dus de Christ within, buiten moeten zoeken bij een of andere imago, bij een of andere verheerlijkte Romein met de lange krullen rockband. Snap je? Maar die serpent daar, die Christ within, die Kundalini, die dat levenselixer moet juist omhoog, moet reizen. Maar dat is nu bij ons ontbroken en wij hadden die directe connectie met dus de Allah, met de Creator. Maar omdat wij dus ook als Sodom en Gomorra leefden, zoals we in de Bijbel lezen, is dus de storm uit het noorden gekomen. En daar wil ik het bij laten. Thank you all. Gaan we naar drie. Ik heb er nu al zin in, al die mooie pictures, plaatjes. En thanks. Vergeet niet te liken, abonneren, deel deze video, geef even een mooie reactie. Thank you all. Ciao, ciao.